wishes that you make. Hope that they might all come true. Happy birthday to you. Hoera! Het is deze week weer onze verjaardag. Het is weer tijd voor een speciale aflevering van Whatever Art. We gaan weer taart maken. Vorige keer hebben we een Mondriaan taart gemaakt en deze keer gaan we een Jackson Pollock taart maken. Zijn jullie er klaar voor? Wij wel. Om te beginnen gaan we dus al onze spullen pakken. Je hebt een plank nodig, wij hebben 2 pakjes marsepein, verschillende kleurstoffen, een deegroller, water en natuurlijk ook je cake. Deze kan je natuurlijk ook zelf pakken, maar wij hebben voor een kant-en-klare gekozen. Om te beginnen leg je ook nog een stukje bakpapier neer. Of gewoon op tafel, wat je wil. Doe je daar een beetje poedersuiker op. En vervolgens ga je dan het marsepein uitrollen. Dit is wel even een karweitje. Want je moet heel hard duwen voordat het plat wordt. Maar uiteindelijk wordt het dan een mooie plakkaat. Nu pakken we onze cake erbij. En deze snijden we horizontaal doormidden. Deze klap je open en dan smeer je aan de binnenkant wat jam. We hebben gekozen voor aardbeienjam. Dan klap je hem dicht en smeer je uiteindelijk ook aan de buitenkant een laag jam. Dit is zodat de marsepein blijft plakken aan je cake. Dan nu een heel spannend moment, de marsepein op de cake leggen. Nu moet je voorzichtig de zijkanten er ook tegenaan drukken. Bij ons zie je inderdaad dat één hoekje een beetje stuk ging. Want uiteindelijk hadden we nog te dun gerold. Dan snij je de zijkantjes los en uiteindelijk heb je dit dan over. Dan gaan we beginnen aan de verf. In een kommetje doe je poedersuiker en maar een heel klein beetje water. Wij hadden uiteindelijk veel te veel en dan heb je ook heel veel poedersuiker nodig. Als dat goed geroerd is, kan de kleurstof erbij. Je kan elke kleur maken die je maar wil. Wij hebben gekozen voor de secundaire kleuren. Dus groen, paars en oranje. Dan komt het allerleukste gedeelte. Je mag het erop gaan gooien. Dit deden we dan ook gelijk heel enthousiast. Maar we merkten al snel dat die heel snel vol wordt. En als je te veel hebt, dat het dan inderdaad ook echt bruin wordt. Nog een beetje de zijkantjes. En dan is hij wel zo goed als klaar. En dan is dit het eindresultaat. Uiteindelijk hadden we nog marsepein over. En toen hebben we nog onze leeftijden erop geplakt. Maar dan is de cake klaar en dan kunnen we een plakje af gaan snijden. Het beste kan je hem nog even laten staan of koelen, zodat je glazuur de tijd heeft om uit te harden. En hij is klaar, Lotte is al aan het proeven. Maar ik ben benieuwd of hij ook net zo lekker smaakt als dat hij eruit ziet. Kun je zien? Heel mooi laagje. Ik vind het toch best wel een beauty. Zeker. Zo maar. Wat voor cijfer geef je hem? 10. Dan was dit de verjaardagsspecial van dit jaar. Maar natuurlijk kun je ook nog steeds vragen sturen naar het onderstaand e-mailadres. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En bedankt voor het kijken. En over een jaar hebben we weer taartje. All the candles on your cake. Grant the wishes that you